als ik kijk naar hoeveel hobbels ik heb moeten nemen en bergen ik heb moeten beklimmen om hier te komen. Als het minder goed gaat met mijn broer of mijn vader, dan heeft dat natuurlijk wel consequenties voor mijn studie. Dus toen moest ik ook gewoon een tijdje stoppen met studeren. De studieadviseur heeft me ook heel erg gesteund, altijd, sowieso emotioneel. Maar ook gewoon qua voorzieningen, dus extra tentamentijd, soms het verzetten van een deadline. Professoren, hoogleraren, docenten. Hoe kan je nou vragen van, goh, speelt er iets op de achtergrond? Is er iets wat ik moet weten? Zie ons. Praat met ons. We zijn niet eng.